Ik ben Rick Dekkers. Ik werk voor TMC als engineer. Dat doe ik 36 uur in de week. En ben 4 uur in de week ben ik werkzaam bij Weerdie in Valkenswaard bij een VMBO. TMC gaat over werkondernemerschap. En onze ondernemende werknemers geven we dan ook graag meerdere rollen in het leven en in hun carrière. Hybride docentschap is daar een heel duidelijk voorbeeld van voor de werkondernemers van TMC die heel graag naast hun opdracht bij de klant in de industrie ook een meer sociaal of maatschappelijke bijdrage willen leveren. Wij stimuleren hybride docentschap voor onze medewerkers omdat we onze medewerkers de kans willen bieden om zich te ontwikkelen ook buiten Demcon in een rol in het onderwijs en daar ook de tijd voor te krijgen. Mijn naam is Kim Hoeksem, ik ben mechatronica-engineer bij Demcon en ik geef les op de Fontys via het hybride docentschap. Het is uitdagend, het brengt variatie in mijn werk. Dus ik kan mijn gewone werkzaamheden die ik voor een project, voor een klant doe, combineren met het lesgeven op een hogeschool. Dat combineren is leuk. Een uitdaging van het hybride docentschap kan zijn om twee verschillende banen te combineren. Je ziet in het onderwijs vaak dat bijvoorbeeld roosters of semesters al lang vaststaan en dat die al ingepland zijn. Er is heel veel mogelijk in overleg met de onderwijsinstelling. Zij denken er heel erg in mee om ook die flexibiliteit te kunnen bieden aan onze medewerkers. Ik heb me aangemeld als hybride docent omdat ik dat zelf vroeger gemist heb. Iemand uit de praktijk die voor de klas komt te staan en die echt weet hoe het bij de bedrijven aan toe gaat. Wat is beter dan de jeugd helpen om juist keuzes te maken? Ik zou adviseren aan andere bedrijven om het gewoon te doen. We weten allemaal dat we veel meer jongens en meiden uit de techniek nodig hebben voor de toekomst. Probeer om op die manier zowel een stukje aan capaciteit en kwaliteit in het onderwijsveld toe te kunnen voegen. En ja, wie weet trekken we daar op langere termijn dan ook weer meer ander talent uit de regio aan. En zo kun je ook een bijdrage leveren aan het ecosysteem binnen onze regio.